Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag wil ik het graag met u hebben over mijn favoriete vroege Rembrandt. En dat is de Tobit en Anna met het bokje in de collectie van het Rijksmuseum. Dit prachtige schilderij maakte Rembrandt nog in zijn Leidse periode. En in deze video vertel ik u graag wat meer over het verhaal dat hij hier verbeeldt en hoe hij dat verbeeldt. Maar ook over de manier waarop we dit werk moeten plaatsen binnen zijn vroege oeuvre. Maar eerst kijken we naar de man zelf. Letterlijk, hier in een zelfportret, dat hij ook weer in zijn vroege carrière maakte. Rembrandt werd in 1606 geboren in Leiden, als zoon van een molenaar. Zijn ouders stuurden hem naar de Latijnse school en later ging hij zelfs naar de Leidse Academie, zeg maar de universiteit. Maar hij zette ook, heel belangrijk, zijn eerste stappen op het pad van kunstenaarschap in Leiden. Omdat hij in de leer ging bij schilder Jacob van Zwanenburg. En daar leerde hij zoveel dat tijdens zijn tweede leerperiode hij slechts 6 maanden nodig had bij Pieter Lastman in Amsterdam. Na dat half jaar ging hij terug naar Leiden om zich daar te vestigen als schilder. En dat is ook waar zijn Tobit en Anna tot stand kwam. Maar hoe groot is die invloed van Pieter Lastman dan geweest op zijn vroege werk? Nou, die is nog best aanzienlijk te noemen. Pieter Lastman was een schilder die naar Italië was geweest en die zich in zijn carrière vooral toelegde op het maken van historisch stukken. Hij schilderde bijbelse voorstellingen of mythologische verhalen, historieën ook wel. En ook Rembrandt laat diezelfde onderwerpskeuze zien in zijn vroege oeuvre. Ook zien we dat beide schilders ervoor kiezen om relatief kleine formaten te hanteren. En ze hebben beide een relatief levendig palet. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste wat Lastman overgaf aan Rembrandt, was het feit dat je anders en vernieuwend moest zijn. Hij zei dan ook, je mag best kijken naar andere composities, maar je moet ze wel op een andere manier gebruiken. Je moet anders zijn daarin. En dat is in feite ook wat er bij die Tobit en Anna gebeurde. Dat gaan we zo zien. Maar eerst kijken we naar het verhaal dat Rembrandt hier verbeeldde. Rembrandt gebruikt voor dit schilderij als uitgangspunt het apocryfe Bijbelboek Tobit. En daarin wordt verteld over Tobit, een vrome Israëliet die verbannen is naar Assyrië. Zijn bezittingen worden hem daar afgenomen. En hij wordt ook nog eens een keertje blind, omdat een mus in zijn ogen poept. Daarom is het onmogelijk voor Tobit om nog te gaan werken. En zijn vrouw Anna gaat dat dan overnemen. Zij gaat uitspinnen en weven voor werk om inkomsten te vergaren. En op een dag komt zij thuis met een bokje. En ze heeft dat bokje gekregen bovenop haar loon. Maar Tobit gelooft dat niet. Hij denkt dat ze het gestolen heeft. En hij dwingt haar om het terug te brengen. Anna is boos en verontwaardigd en voelt zich beledigd. Ik zou zeggen, logisch. En Tobit beseft daardoor dat hij een fout heeft gemaakt. En hij smeekt God dan vervolgens om hem te verlossen uit zijn aardse lijden en hem de dood te schenken. Anna is dood. Taal verbijsterd, zoals u hier kunt zien. Rembrandt maakt met dit schilderij de eerste geschilderde weergave van dit onderwerp. Deze voorstelling, het verhaal van Tobit en Anna, was al meermaals in prent en in tekening uitgevoerd, maar nog niet eerder in de schilderkunst. En Rembrandt is daarin dus de eerste. Maar zoals Pieter Lastman aangaf dat je best naar anderen mocht kijken, deed ook Rembrandt dat voor dit schilderij. Hij keek namelijk naar deze prent van Jan van der Velde naar Willem Buitenweg. En we zien daar heel duidelijk overeenkomsten tussen die prent en het schilderij.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de plaat waar de ruzie of het gesprek tussen dit echtpaar plaatsvindt. Het huis heeft een puntdak, in beide gevallen. En in de prent ziet u aan de linkerkant een vogelkooitje. En aan de rechterkant een streng knoflook. Beide motieven vindt u in het schilderij aan de linkerkant, naast het raam. Die elementen neemt Rembrandt over. Maar om het geheel nog net wat armoediger te doen lijken, maakt hij een van de raampjes stuk. Schildert hij alsof er een raampje kapot is aan de linkerkant. Hij toont afbladderend pleisterwerk op de muur aan de rechterkant. En kijk eens naar de kleding van zowel Tobit als Anna. Die is ontelbare keren versteld. Maar misschien nog wel de belangrijkste wijziging die Rembrandt doorvoerde, was het moment dat hij kiest om weer te geven. Buitenweg kiest ervoor om dat moment van die ruzie weer te geven. Een boze Tobit en een verontwaardigde Anna die met haar vinger naar haar man wijst. Rembrandt daarentegen kiest een moment met meer spirituele diepgang, met meer emotie, maar ook met emoties die veel moeilijker in beeld te vangen zijn. Hij kiest voor het moment dat Tobit beseft dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij die smeekbeden aan God doet. En daar zit natuurlijk een voorbode in van datgene waar Rembrandt later zo om geroemd werd. Dat hij zo goed was in het weergeven van levensechte emoties. En dat begint in feite met dit werk. En kijk eens naar de manier waarop hij dan bijvoorbeeld die verbazing, die ontsteltenis bij Anna weergeeft. Maar ook naar de manier waarop hij haar rimpels zo heel mooi weergeeft. Zo ontzettend genuanceerd. En hij is net zo precies in de weergave van die mand aan de rechterkant, waar u overigens ook dat afblodderende pleisterwerk ziet. En kijk eens naar de emotie bij Tobit. Tobit die ook zo prachtig is weergegeven met die rimpels, met die handen met die rimpels erin en dat dunne haar. Hij is zijn handen in elkaar gevouwen in een gebed aan God, die smeekbeden. En het aardse lijden waar hij uit verlost wil worden, is duidelijk doordat hij zijn hoofd naar achteren gekanteld heeft. Een prachtige weergave van emoties. En hij heeft daar dus een keuze in gemaakt om zich te onderscheiden, om vernieuwend te zijn ten opzichte van die compositie van Buitenweg. Net zoals Pieter Lastman dat in feite aangaf. Toch is Pieter Lastman niet de enige man die van invloed is op de stijlontwikkeling en de technische ontwikkeling van Rembrandt. Ook Jan Lievens speelt daarin een rol. Jan Lievens was zijn vriend en collega die op hetzelfde moment als hij in Leiden werkzaam was. En Lievens had nogal eens de neiging om met de achterkant van zijn penseel in de olieverf te krassen. En dat is precies ook wat we Rembrandt af en toe zien doen. Ook in dit schilderij, aan de achterkant bij dat bokje. Daar ziet u ook die lijnen in die olieverf. Nu moeten we zeggen dat Rembrandt niet alleen bekend is geworden om het weergeven van emoties, realistische menselijke emoties, maar ook om zijn fenomenale gebruik van licht-donker. En dat licht-donker, dat zien we hier ook al terug. Misschien kunnen we zeggen dat in het hele schilderij het gebruik van de twee lichtbronnen nog niet 100% perfect is, maar dat vuurtje is werkelijk fenomenaal. Je hoort het bijna knisperen. En de vonkjes vliegen er vanaf. Dat vuurtje geeft dan weer een prachtige gloed op de stoffen, maar ook op de vacht van dat hondje. Terwijl de achterkant van het beestje
in donker gehuld is. En zo ziet u dat zowel op het gebied van de emoties als op het gebied van het licht-donker Rembrandt hier al zijn eerste stappen zet. Die eerste stappen op weg naar grootsheid. En die grootsheid, die wordt natuurlijk alleen nog maar uitgebreid nadat hij naar Amsterdam vertrekt in 1631. Dank u wel voor het kijken. Ik hoop dat u geïnspireerd bent geraakt. En ga nou een keertje in dat Rijksmuseum dit schilderij in het echt zien. Wilt u zich abonneren? Dat kan. U hoeft alleen maar op de knop abonneren te drukken. En ik zie u heel graag een volgende keer weer terug met een nieuw kunstwerk.